Ik ben toch geschenkt in mijn lip vol door dat beest. Do you want to hurt us? Oh, hij wordt al boos. Oké, show yourself. Dat vond hij duidelijk niet zo leuk. Waar spande deze ghost? Ik liep weg van de ghost room. Kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag zijn we weer in Phasmophobia en het is regenachtig. Het is, ik denk dat dit een spooklocatie in Nederland is. Vandaag moeten we het opnemen tegen Brandon Rook. En we moeten de area smatchen, een sanity onder de 25% en we moeten een ghost event meemaken. En dat zijn best wel makkelijke objectives eigenlijk. En ik weet, waarom speel ik op Tanglewood? Ik dacht oprecht dat ik Bleasdale had aangeklikt, maar ik ben hier op Tanglewood. Dit was niet de bedoeling. Maar dit vind ik, ja, ik weet niet welke map ik zeg maar voor het laatst heb gespeeld. Was dat voor mij? Was dat Tanglewood? Nee, dat weet ik niet zeker trouwens. Ah, wat stom. Breaker zit in ieder geval in de kelder, dus laten we die dan maar aanzetten. Hoppakee. We kunnen ook gek. Hebben we sub... Oh, we hebben... Oeh, Ouija board. Hey, dat vind ik leuk. Ouija board heb ik oprecht al best lang niet meer gehad. Oké, wacht. Ik ben wel benieuwd, want dan kunnen we dingen nu gaan vragen aan de ghost, zoals hoe oud hij is bijvoorbeeld. En dan kunnen we een strijd om de leeftijd doen. Oké, wacht. Voor mij... Ja, hij zit hier. Oké. We weten in ieder geval waar de ghost zit. Laten we nu nog even de bone zoeken. Want ik heb nogal een probleempje met YouTube. Oh, daar is de bone. Hoezo gaat alles zo snel? Nee, kijk, het ding is heel vaak als ik een video online zet. Zeg maar, YouTube heeft een automatisch systeem. En dat checkt dan van, goh, zitten er minderjarigen in de video? Als er minderjarigen in de video zitten, dan worden de reacties uitgeschakeld. Want dat is een nieuwe regel, bescherming tegen kinderen en online pesten of zo. Weet ik veel, wat, dat soort dingen. Maar het is dus heel grappig, want de ene video, dan denkt YouTube van, yes, je bent 18 jaar, weet je, je bent meerderjarig. We hoeven niet bij jou de reacties uit te schakelen. En de andere video is YouTube zo van, nee, frik jou, man. Jij bent minderjarig, reacties uit nu. Dus dat is het ding. En ik probeer het dus in de gaten te houden. Dus als de reacties uitstaan, meestal als je dan refresht en ik heb ze weer aangezet, dan kan je gewoon weer reageren. En dat gaat dan heel even door. Dan is het een soort strijd tussen YouTube en ik. Meestal win ik wel, want wie het laatst lacht, ja, die lacht het hardst en dat ben ik. Ik blijf gewoon doorgaan met mijn reacties weer aanschakelen, totdat YouTube weer dus echt helemaal gek wordt van mij en gewoon stopt met ze uitschakelen. Maar wat kunnen we vandaag de battle of de leeftijd doen? We gaan gewoon kijken hoe oud deze ghost is. En misschien is het een hele oude ghost. Maar misschien is het ook een jonge ghost. Oh, hier ligt ook een fork. Oh, deze ghost is wel een beetje agressief. Is het hier ook koud of niet? Oké, nee, hier niet echt weer per se. Dus hier zit de ghost echt. Ik zag ook niet zo snel orbs. Ik drop wel mijn zaklamp. Oh, ik wou zeggen, waar is mijn zaklamp? Wat heb ik liever? Heb ik liever een jonge ghost? Dus bijvoorbeeld echt eentje van 2 jaar of eentje van 112? Ik heb geen idee. Kijk, als het een oude ghost is, dan heeft hij denk ik meer ervaring in het pesten van mensen. En als het een jonge ghost is, dan heeft hij misschien minder ervaring, maar misschien wordt hij dan al gewoon enorm wild, omdat het de eerste keer is dat hij het kan doen of zo. Weet je wat trouwens echt een heel grappig verhaal was? Ik moest gisterochtend moest ik naar de tandarts. En letterlijk 10 minuten of zo voordat we weggaan, ik zat nog even met zo'n kat te knuffelen. Nou, en die kat die houdt dus niet van knuffelen. Die wil wel heel graag geaid worden, maar niet opgetild. Dus we proberen hem dat een beetje te leren door hem op te tillen en dan als hij het niet meer leuk vindt loslaten. Maar zeg maar, hoe vaker je het doet, misschien hoe leuker hij het vindt uiteindelijk. Ik heb geen idee of dat echt werkt, maar het klinkt leuk in je hoofd als theorie. En jongen, ik ben toch geschenkt in mijn lip vol door dat beest. Grazie, Dari. Dus nu heb ik een zombie virus, hondsdolheid. Where are you? How old are you? Are you close? Hoe snel ben je al met je kruisjes? Do you want to hurt us? Shall we leave? Hello? Are you close? Toch wel, Spurbox. Wauw, ik wilde al bijna opgeven met old. Oh, wacht, dus hij is oud. Oké. Dus een oude spook. Laten we kijken of dat inderdaad waar is. Want wat als hij op de Spurbox bijvoorbeeld oud zegt, maar dan op het Ouija board jong? Ik persoonlijk zou dat een beetje raar vinden. Dus ik denk dat Ouija board het ook wel gaat zeggen dat hij oud is. Laten we nog... Oh, wel ghost orbs? Huh? Alle dingen waarvan ik dacht die het niet zouden zijn, die zijn het opeens. Een mer, een yokai of een onryo. Oké, jongens. Als het een yokai is, dan heb ik oprecht iets heel grappigs te vertellen. Ik had gisteren een video opgenomen. Opnames waren mislukt. Om een of andere reden had ik alleen mijn webcam, zeg maar, mijn camera opgenomen en niet mijn gameplay. En daarin had ik dus de twins. En toen zei ik van, ik wil niet weer de twins. Dat vind ik stom, want die had ik dan 2 keer achter elkaar gehad. Toen zei ik van, wat ik leuk zou vinden een keer weer is een yokai. Als ik nu een yokai heb, jongen, dan ga ik gewoon voortaan voor het begin van elk potje zeggen van, yo, ik wil deze ghost de volgende keer hebben. En dan krijg ik die gewoon. Dus dat hoop ik dan, dat het elke keer blijft werken. Wat ging ik ook weer doen? Wacht, wat kan het dan nog zijn? Want het is maar 3. Het kan geen IMF5, geen fingerprints. Het is dan toch
dodge, ghostwriting of freezing. Nou, we hebben freezing niet gehad. Dus het kan geen onryo zijn. Dan is het een mare of een yokai. Oh, dat is wel leuk. Wat doet een mare ook alweer? Oh ja, die is in het donker. Zo, die heb ik al lang niet gehad. Holy damn. Ik neem nog wel een ghostwriting boekje mee. En een dodge en een crucifix. En dan gaan we daarna even vragen hoe oud die is aan het Ouija board. Of nou ja, aan de ghost via het Ouija board. Want ja, nu zijn we natuurlijk wel benieuwd hoe oud dit spookje daadwerkelijk echt is. Of dan is het geen spookje, hè? Misschien is het dan gewoon een behoorlijke spook. Gewoon een ervaren pro-ghost. Had ik niet al een boekje neergelegd? Huh? Had ik oprecht nog geen boekje meegenomen? Want voor mijn gevoel had ik wel een boekje een keer meegenomen. Hier hebben we freezing. Nee, we hebben niet... Nee, gewoon geen freezing. Oh, ik zag dots. Oké, wat is het? Het is een yokai. Dude, hoe insane is dit? Ik zweer het je op alles. Ik heb dat gezegd gisteren. Maar dan kunnen we hem dus boos maken. Want dan wordt hij boos door human voices. En toen heb ik mezelf ook nog afgevraagd. Wordt hij dan, zeg maar, als het een ghost is die tegen hem praat, wordt hij niet boos. Want hij wordt alleen boos van human voices. Wat als iets anders gewoon tegen hem praat, behalve een mens? Dan is hij gewoon zo chill. En als een mens tegen hem praat, dan is hij gelijk van, yo, attack, pak hem, kill, hunt, alles. Oké, goed. We gaan even het Ouija pakken. Wacht, nee, deze kunnen we ook al droppen. Oh, huh? Daar is mijn ghostwriting boekje. Zie, ik zweer het je, ik had er al een neergelegd, maar hij heeft er blijkbaar denk ik mee gegooid of zo. Want ik zou dat nooit onder de tafel neerleggen. Dat zou een hele rare plek zijn. Hebben we trouwens, nee, we hebben hier geen hiding spot. Ik wil even kunnen weten waar ik me zou kunnen verstoppen, want ik heb zo'n gevoel dat het vandaag nog wel een hunt gaat worden. Oh, we kunnen ook smutsen natuurlijk. Ja, dat moeten we ook nog doen. Hallo, kunnen we hier verstoppen? Hier kunnen we niet verstoppen. Oeh, dat is jammer. Dan moeten we iets verder wegrennen, maar dan kan het vast wel hier. Ja, oké, hier kan het. Dat is prima, dat moet ik kunnen redden. Oké, even vragen. How old are you? 4? 6? Oh, goodbye. Dat vind ik reuze meevallen. 46. Dat is niet... Ja, dat... Ja... Ja, oké, in vergelijking met mij is dat oud, 18 en 46. Maar in vergelijking met bijvoorbeeld 87 en 46, dan is 46 weer jong. Dus ik vind dit meevallen hoor, spook. Je bent gewoon gemiddeld. Je bent een middelmatig spookje. Goed, wij pakken even een smudge stick, want dan gaan we dat gelijk doen. Zou je kunnen vragen aan de ghost via het Ouija board of die kan een event kan doen? Dat is van, yo, kun je een event voor mij doen? Dat zou heel aardig zijn. Je moet gewoon zeggen, doe nu een event, anders ben je lelijk. En dan gaat hij het doen. De IMF gaat ook af. Hoezo gaat de IMF af? Heeft hij weer iets te gooien? Oh, sowieso. Oké, hier, neem een smudge stick. Take it. Inhaleer het. Nou, dat hebben we gedaan. Ik ga gewoon een nieuwe smudge stick halen, denk ik. Want als het een... Wacht, ik haal ook gelijk een nieuwe fotocam. Wacht, ik kan ook mijn lighter kan ik ook wel verdroppen. Dan kunnen we gelijk nog meer dingen meenemen. Waarom ook niet? Ik bedoel, we moeten toch nog een beetje met het spook omgaan totdat ik ga eventen. Eventen, is dat een woord? Hier, fotocam. En dan een smudge stick. En wat nemen we nog meer mee? Ah, een crucifix. Prima, joh. Want we moeten een event hebben. Niet een hunt. Aan een deur. Oh, spook. Mag je... er worden zoveel dingen gegooid. Ik ga denk ik gewoon zo meteen praten. En dan maak je hem natuurlijk boos. En dan als het goed is gaat hij dan niet hunten. Want dat kan niet. Maar ik hoop dat hij dan een event gaat doen. Die fotocam droppen we ook wel even hier. Dan hebben we hier twee fotocams. Dat moet dan toch wel lukken tijdens een event. Hey, yo, ghost. Hoe heet je? Brandon Brook. Where are you? Give us a sign. Gaat hij die doen? Zal ik gewoon via de spearbox gaan... Wacht. Ik kan deze gewoon aanlaten, zeg maar. Where are you? How old are you? Ik ga hem gewoon farmen totdat hij boos wordt. Do you want to hurt us? Oh, hij wordt al boos. Oké. Shall we leave? Oh, heet. Heet, oké. Are you hot? Nee. Wat kan ik jou vragen? Ik heb geen idee. Old. Ben je oud? Wil je dat zeggen? Wacht, how did you die? Oh nee, dat moeten we aan de Ouija board vragen. Oké, let's go. How did you die? Oh. DRD? DRD? Oh, ik denk drown. Ik denk dat hij het al deed for some reason. Goodbye. Oké, deze ghost is dus verdronken. Wat? Ik zei goodbye tegen het Ouija board. Goodbye. Give us a sign. Where are you? Mijn sanity moet gewoon even onder de... Oh, we hebben al een crucifix burn. Oh, oké. Are you close? Stop, ik vind het nu een beetje... doe een event. Doe een dans. Old. Gast, events zijn niet oud. Events zijn hartstikke cool. Ik ben wel even benieuwd wat mijn sanity is. Misschien wil ik dat wel weten. Ik ben al een tijdje zo hoog. Oh, ik had wel verwacht dat het wat lager zou zijn. Kunnen we niet gewoon een anti-sanity pil nemen? Die gewoon onze sanity eruit zuigt en dan in een pilletje doet. En dat we het later weer kunnen consumeren, maar dat het nu gewoon weg is. En dat zou best wel een leuk idee zijn. Maar niet echt heel erg realistisch of zo. Ja, we hebben dus die één crucifix burn al. Die andere crucifix is nog oké. Was dat de breaker? Oh. Oh, dat was de breaker. Dang it, dat was niet de bedoeling, spook. De breaker moet je met rust laten. Dat is iets wat niet voor jou is. Dat is alleen voor... Oh, hij gooit weer met dingen. Oeh, waar gooide je mee? Show yourself. Oh, dat is een event. Ja, dat is een event. We hebben het gewoon gedaan. Oké, nu moet alleen mijn sanity dood. Maar, oké, wat kunnen we... Wat is leuk om te vragen waar je sanity dus echt dood van gaat? Oh, yo, dude, hallo. Ik heb een foto van jou. Oh, je bent zo... Ja, je bent echt... Hebben we een goede foto? Even kijken. Niet dat opeens... Ja, oké, een ghost foto. Oké, wacht, let op, hè. Let op deze vraag. How long have you been dead? Nee. Oh, frick.
Dat vond hij duidelijk niet zo leuk. Oké, maar 9. Ik denk, dan moet het 9 jaar zijn. Het kan niet 9 en dan bijvoorbeeld nog iets erachter. Want dan zou het 90 jaar zijn. En deze ghost zelf is pas 46. Dus 9 jaar is hij al dood. Dus dan ben je gestorven op je 35ste. Je bent verdronken op je 35ste. Wacht, voor mij hebben wij... We hebben niet de average sanity. Oh, dude. Dat is niet cool. Is de breaker... Ja, maar nu... Kijk, het bord is helemaal in stukjes. Ja, ik was natuurlijk weggerend. Oh, ik zeg hem ook weer door dots. Wat is mijn sanity? Mijn sanity kan toch niet hoog zijn? We hebben letterlijk die vraag gesteld. En het Ouija board gebroken. En een cursed hunt. Die cursed hunt was wel heel kort trouwens. Wat is mijn sanity? Oh, 30. Oké, ja, we moeten nog heel eventjes naar binnen. Maar ik ken nog mijn smudge stick. Die hebben we nog gespaard. Dus we zijn gewoon helemaal goed. Ik moet gewoon mijn mond houden. Want deze ghost die wordt boos van mijn stem. En als ik dan niet praat, dan zouden we veilig moeten zijn. Hoezo ging die trouwens überhaupt hunten? Oh, deze crucifix is helemaal doorgeburnt. Wacht, daar kunnen we een foto van maken, toch? Is dat niet... Frickerino's. Oh, ik dacht heel even dat hij ging hunten op het moment dat ik net mijn smudge stick gedropt had. En ik was op mijn fotocam ben ik. Huh, waar is mijn fotocam? Ik had toch hier ook een fotocam gedropt? Die is leeg. Oh, wacht, hier. Nee, deze is leeg. Oké, kijk. Kunnen we daar zo... Oh, hij staat niet eens op de foto. Dit is echt de slechtste foto die ik ooit heb gemaakt. Telt hij überhaupt? De burnt crucifix. Oh, hij telt wel. Hoezo is trouwens mijn sanity niet gewoon omlaag gegaan door de event? Show yourself. Nee, doe het niet. Doe dit. Doe het trouwens niet. Kijk, dat boekje ligt nu op de tafel. Wat, deze ghost heeft dat boekje gewoon van hier op de grond zo vlop op de tafel gegooid. Dat is wel... ja, dat ben je cool. De breakers uit. Als mijn sanity nu niet snel naar beneden gaat... Weet ik het ook niet meer. Ik ga deze trouwens even iets meer zo plaatsen. Misschien, ja, kunnen we nog net dat ding dekken. Nee. Huh? Waar spande deze ghost? Ik liep weg van de ghost room. Wat? Het geluid werd harder toen ik wegliep van de ghost room. Dat is niet logisch. Nee, 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 nee. Als ik nu doodga is dat zo oneerlijk. Ik scrolde per ongeluk. Mijn handen hebben een eigen wil. Ze doen niet wat mijn hoofd wil. Ja, nu, ja, mijn sanity is nu wel onder de 25. Oké, let's go. Zo, weet je trouwens hoe deze ghost klinkt? Oké, dit is echt niet gemeen bedoeld naar iemand. Ik was vanochtend in de sportschool en er was zo'n man die was daar, ja, echt best wel intens aan het sporten, zeg maar. En dat mag, want het is een sportschool. Hè? Je moet juist daar lekker sporten. Maar soms maken mensen dan geluid. En één keer had ik iemand die leek echt gewoon alsof deze ghost, maar hoe de ghost nu zo'n geluid maakte. Zo klonk die man, maar het klonk ook heel raar, want ik had mijn muziek aan en ik heb noise cancelling. Dus ik hoor alleen maar echt een beetje of de hele lage geluiden of gewoon die een beetje, die ja, die mijn noise cancelling dus niet kunnen onderscheppen. Nou, dat klonk echt als een ghost toen. Je wil niet weten wat voor een hartaanval ik had. Ik zat daar zo en ik hoorde dat en ik dacht zo van, wat? Wat maak ik mee? En ik was de enige die opkeek, maar dat komt omdat ik gelijk aan een ghost dacht. En niemand anders daar natuurlijk, want iedereen heeft gewoon een normaal leven daar. Het zijn allemaal volwassen mensen daar. Ik ben ook volwassen, maar jullie snappen wat ik bedoel. Is hij van kamer veranderd op het laatst of niet? Hier, misschien kunnen we dat kijken. Favorite room changes. Ja, 1. Zie je, hij was dus gewoon voor de laatste hunt was hij van kamer veranderd, waardoor hij denk ik op een andere plek span en ik gewoon in hem liep bijna. Ik had voor de zekerheid een smudge stick gedaan, anders was ik misschien wel dood. Vond je deze video leuk? Vergeet zeker niet de blauwe duimpje omhoog te doen. Abonneer mijn kanaal hier beneden om op de hoogte te blijven van alle nieuwe video's en klik hier voor nog een hele vette Vesmophobia video. Joejoe!